en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. Het zal dus niet zo zijn, het is weer een shopvlog. Ik kan er niks aan doen. Ik ben samen met Debbie naar Zuidplein geweest en we zijn naar de Primark geweest, maar ook naar de Action en ook naar de New Yorker. En ik heb bij alle drie de winkels wat gekocht. Ik ga gewoon even graaien. Volgens mij liggen de dingetjes van de Action bovenop, want ik heb hier gewoon de tas staan van de Primark en daar zitten de spulletjes in. Ik heb als het goed is overal de bolletjes van, dus als het goed is kan ik jullie ook overal van vertellen hoeveel het was. Maar ik denk dat ik het nodige wel uit mijn hoofd weet. Ik begin met een dingetje van de Action en dat is deze pineapple slicer. Dit ding is echt geniaal als je van ananas houdt en niet ervan houdt om ananas te snijden. Geen goede zin, maar je snapt wat ik bedoel. Dit is namelijk een ding wat je er bovenop zet. Je haalt het kontje en het kopje eraf en je zet hem er bovenop, je draait hem erin en dan krijg je echt zo'n cilinder, zeg maar. Dan snij je er eventjes doorheen en dan heb je gewoon nette ronde plakken. Echt ideaal. En deze was 99 cent. Dan hetgeen waar ik voor ging bij de Action en dat is deze perforator. Ik moet namelijk heel veel administratie op gaan bergen. En ik had geen perforator. Is niet handig. Maar hij is 1,99 op bonnetje. Wat had ik? Ik had nog iets gekocht bij de Action. Oh ja, ik had een flesje Chocolate gekocht bij de Action, maar die is al op. Dus ik koop daar wel vaker van die kleine flesjes. Is ideaal. 68 cent, weet je alles. Dan de spulletjes... Je hebt op mijn neus. Dan de spulletjes van de New Yorker. Ik leg het bonnetje even klaar. Ik koop heel vaak basic shirtjes bij de New Yorker en zo ook vandaag weer. Ik heb deze gekocht. Dit is dus een grijze variant met een V-hals. En ik heb hem even kijken in een XL gekocht. Dus dan is die voor mij lekker wijd. Vind ik mooier, want dan kan je hem een beetje in je broek stoppen of zo. Of bijvoorbeeld op een pantalon, waar ik later op terugkom. Dan vind ik dat heel erg mooi. Dus ik ben heel blij. Ik had geen grijze. Althans, jawel, ik had wel een grijze, maar niet deze kleur grijs. Dus. En deze was... 2,95. Dat is echt geen geld. Omdat het geen geld is, kocht ik hem ook in het wit. Maar daar hadden ze geen XL van. Dus die heb ik in een L'tje gekocht. Is ook voor mij prima. Ligt die nog wat losser, zeg maar. Ja, vind ik wel mooi. En ook weer met een V-hals. En ook deze was dus 2,95. En dan kocht ik iets heel grappigs. Althans, nee, het is niet grappig, maar het verhaal erachter is grappig. Zoiets zag ik bij de Primark, maar die vond ik te duur. En toen kwam ik hem dus bij de New Yorker tegen. En toen dacht ik, hé, die gaat met mij mee. Dat is namelijk deze blazer. Ik vind hem echt heel erg tof. Ik hou echt van deze kleur. Dat zie je ook wel een beetje aan het truitje wat ik draag. Ik vind het gewoon heel tof. En dit is echt zo'n heel dun stofje. Dus ook lekker voor bijvoorbeeld in de zomer. Ik heb dadelijk een etentje, dus misschien dat ik hem dan aan ga doen. Ik ben er heel erg blij mee. Hij heeft zakjes. Hij is wat langer. Er zit niet echt een taille in, maar omdat het zo'n zwierig stofje is, vind ik hem wel heel erg mooi. En deze was afgeprijsd van 24,95 naar 14,95. Vol blazer. Serieus? Dan gaan we door naar de spulletjes van de Primark. Ik begin met dit. En dit is een PS Pro Kiss Proof Liquid Matte Lipstick. En dit is zo'n metallic kleur. En ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet vinden. Ik vind het wel heel mooi staan. Nee, ik vind het wel heel mooi zo in het dingetje, maar ik weet niet hoe het staat. Dus ik heb deze gekocht in de kleur rose. Deze in de kleur bronze. Dus het, ik weet niet of je het heel erg kan zien. Maar de ene is wat donkerder dan de ander. De bronze is wat donkerder. En ik ben heel benieuwd hoe ze eruit gaan zien. Ze zijn nog helemaal dicht. Wat trouwens echt zeldzaam is bij de Primark, want alles ligt open. Maar goed, als je meerdere shoplogs kijkt, dan heb je dat ongeveer iedereen horen zeggen. Ik ben hier heel erg benieuwd naar en ze waren 4 euro per stuk. Dan kocht ik, denk ik, een hele toffe broek. Dat is deze. Ook weer die kleur, ja, ik weet het. Maar het is een soort van joggingsbroek. Er zitten trouwens ook nog touwtjes aan. Met ritsje, met zak. Ik vind hem heel tof. Het is een heel dun stofje. Hij heeft aan de onderkant is die dubbel gevouwen. En ik ben heel benieuwd hoe dit staat. Want dit ken ik helemaal niet om aan te trekken. En ik vind het bij anderen altijd heel, heel mooi staan. Bijvoorbeeld met een hakje eronder. Maar ja, het is toch weer wat anders dan anders. Dus we gaan het zien. Wat ik hiervan ga vinden, jullie zien het zo in de aanbeelden. Ik weet het op dit moment nog niet. Maar goed, deze was 16 euro. Dan kom ik nu terug op die pantalon. Een pantalon is bij mij een drama. Ik weet dus ook niet of deze gaat passen. Maar of ze zitten gewoon echt te strak op mijn bovenbeen en zitten ze te los in mijn heupen. Of ze zitten gewoon echt te los op mijn kont. En dat ziet er gewoon niet uit. Dus ik was helemaal klaar met de pantalons. Ik heb er denk ik nu 3 geprobeerd en alle 3 zaten ze niet. En nu dacht ik, ja, laat maar, ik ga het gewoon niet meer doen. En toen kwam ik deze tegen. En ja, dit is er ook eentje. Hij loopt wijd uit. Voor mijn doen flink wijd. Ik ben dat niet zo gewend, maar goed. Hij is redelijk licht. Ik weet niet of je hem echt mijn hand er doorheen kan zien. Ik kan er, als ik zo kijk, kan ik er wel een beetje doorheen kijken. Ja, weet je, ik dacht, hij is 6 euro. Ik ga het gewoon proberen, zeg ik dat goed? Ja, hij is 6 euro. Ik heb hem gewoon in mijn eigen maat gekocht, maat 40.
Ik weet het niet. Jullie gaan het zien. Ik nog niet. Ja, is toch gek, hè? Dan kocht ik een roller. Niet dat mijn roller al op is, maar mijn roller valt uit elkaar. En dat is heel rot, want dan wil ik even snel een roller over mijn broek of over mijn shirt inhalen. En dan dondert dat ding uit elkaar. En ik weet van deze rollers dat ze fijn zijn. Ze zijn wat steviger. En ik dacht, weet je, ik neem maar gewoon mee. Want zo'n setje kost 1,50 euro. Alsof ik nog niet genoeg shirtjes had, kocht ik ook dit shirtje bij de Primark. Dit is dus ook een witte, maar dan met een hogere hals. Met gewoon een standaard hals. Deze was 4 euro en die heb ik, zoals je kan zien, in de maat 40 gekocht. Goed. Deze heeft trouwens ook nog van die dubbelgevouwen mouwtjes. Vind ik ook heel erg leuk. Staat net wat meer baggy of zo dan zo'n V-hals en net en wit. Is anders. Ook kocht ik footies. Ik had ze nodig. Ik had ze niet meer. Ik had ze nog wel, maar niet genoeg. En ik ben er elke keer kwijt. Dus ik heb deze gekocht. Dit is 5 paar voor 3,50 euro. Oh ja, dit is een leuk ding. Ook kocht ik nog een lange trui. Althans, een lange mouwen trui. Ook in hetzelfde kleurtje. Kan je het zien? Deze was afgeprijsd van 9 euro, wat al niet duur is, naar 3 euro. Het is een vrij dun stofje. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. Misschien dat je mijn hoofd er zelfs wel door kan zien. Maar ik vind hem wel heel cool. Ik vind het kleurtje heel tof. En ik dacht, ja, dit is een mooi overgangsshirt. Want leuk dat het nu 30 graden is, maar volgende week kan het weer 15 zijn. En dan vind ik dit soort shirtjes heel erg prettig. En voor 3 euro kan ik dat niet laten liggen. Ook kocht ik dit. En dit zijn polo mintjes. En dat zijn van die mint, zeg maar, met zo'n gat daarin. Zo dus. En deze zijn suikervrij. Ik vind het wel lekker om vaak zo'n rolletje bijvoorbeeld in mijn auto te hebben liggen en in mijn tas te hebben. En ik zag ze nu bij de Primark en ik dacht, ja, weet je, dan neem ik mee. Ik heb eigenlijk geen idee hoeveel ze kosten. Hoeveel kosten ze? Waar staan ze? Ze staan er helemaal niet op. 1,50 euro en er zitten 5 rolletjes in. Met 25 stuks. Prima. Ook kocht ik Mentos. Ook 1,50 euro. Die zet ik dan in mijn auto en dat vind ik prettig. En dit. Ja, deze hebben ze bij de Primark. Volgens mij hebben ze ze ook bij de Albert Heijn uit mijn hoofd gezegd. En deze vind ik heel lekker. Is een stuk gezonder dan de normale popcorn. Want volgens mij wordt dit gebakken. Nee, gepoft, zeg maar. Lucht, warmte, pof. Niet in olie. Dat in ieder geval. En zo'n zakje bevat 129 calorieën. Dit is echt voor mij de lekkerste variant. Ze hebben er nog twee. Volgens mij sour cream and pepper. En lightly salted, uit mijn hoofd gezegd. Dit is de sweet and salty. Die vind ik het lekkerst. Maar goed, dat is maar net waar je van houdt. En hier betaal je 90 cent voor. Het water loopt serieus in mijn mond als ik hier naar kijk. Dus misschien moet ik deze toch opgeiten. En dat was het alweer. Dat is alles wat ik vandaag heb gekocht. Ja, er zal vast nog wel een andere shoplog op aankomen. Dus mocht je dat leuk vinden, doe je dan vooral eventjes abonneren op mijn kanaal. Kan hieronder. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Als je het nou een leuke video vond, doe dan vooral eventjes je duimpje omhoog. En wellicht dat ik je dan de volgende keer weer zie. Doei doei!